Daar gaan we dan. De Canon EOS R. Na een maand gebruiken. Hoe bevalt die? Wat is goed? Wat is niet zo goed? Ik heb een maand lang meegenomen naar Noorwegen. En daar was het de Daily Driver. Ik heb al een Canon 5D Mark IV. En deze heb ik dus tijdelijk kunnen gebruiken om te zien of het eventueel de overstap waard is. Of mocht je nog nieuw zijn bij Canon. Om dan in te stappen bij hun eerste mirrorless camera. In deze video ga ik je dus niet alle specificaties van deze camera vertellen. Daar zijn er genoeg van te vinden op YouTube. Dus kijk die eerst maar. Ik ga je puur vertellen wat is me opgevallen, tegengevallen en waar moet je eventueel op letten als je erover nadenkt om hierin te stappen. Even een kleine disclaimer voordat we deze video gaan beginnen. Ja, ik heb betaalde samenwerking in het verleden gedaan met Canon. Deze video is daar totaal geen onderdeel van en dit zijn puur mijn eerlijke bevindingen. Laten we beginnen met design en het gewicht van de EOS R. Hij ligt verdomd goed in de hand. Ondanks dat hij dus lichter en slanker is dan een 5D Mark IV, logisch, want er zitten minder bewegende onderdelen in, kan ik gelukkig nog wel goed mijn hand kwijt. Ik heb over het algemeen wat grotere handen en in principe heb ik nog steeds een goede grip. En daar zit wel een extreem zware lens voorop, waardoor die geneigd is de hele tijd naar voren te leunen. Vandaar dat ik mijn duim eigenlijk automatisch een soort van tegengewicht bovenop leg. Je kan er eventueel natuurlijk weer een grip onder zetten, waardoor de camera weer groter wordt en je dus ook meer grip hebt. Het fijne trouwens aan die grip is dat er zit een USB-C aansluiting op. En daardoor kan je de twee accu's die er dan in je grip zitten gelijktijdig opladen. Maar zonder grip kan ik eigenlijk over het algemeen mijn hand goed kwijt. Mijn duim achterop ook. Heel af en toe mijn pink eronder. Net zoals bij je iPhone. Nee, dit zit verder goed. En dan komen we op de eerste eigenschap waarin ik niet van had verwacht dat ik er zoveel plezier van zou hebben. Op het moment dat je de camera uitzet, als je de lens gaat verwisselen, dan gaat er automatisch rolgordijn, een soort van garagedeur, voor die sensor. En daardoor zorgt hij er dus voor dat er geen stof komt op die sensor. Onwijs fijn. Ik heb de camera dus ook geen enkel hoeven schoonmaken vanwege die eventuele zwarte stipjes. Die zijn er simpelweg niet opgekomen. Ik snap niet waarom meer camera's dat niet hebben. Wat ik dan weer niet begrijp is waarom die 3,5 mm microfoonjack zo laag beneden zit. Als je het kantelschermpje nu wilt gebruiken, gaat het prima. Maar op het moment dat er een externe microfoon op zit, dan zit je heel de tijd tegen die aansluiting aan en dan beperk je de mogelijkheid van dat kantelscherpje. Terwijl er zit hier linksboven een aansluiting voor een afstandsbediening. Terwijl als ze die microfoonaansluiting daar hadden gedaan, dan heb je geen enkele problemen met dat kantelscherpje. Ja, de enkele SD-kaartslot is misschien wel hetgeen waar de meeste mensen over zijn gevallen op het moment dat die camera werd onthuld. En toegegeven, ja, het is heel vervelend dat er geen meerdere SD-kaartslots of eventueel hetzelfde als die 15-4, wat CF en SD heeft. Maar ja, moet ik ook gelijk toegeven, ik heb ook een GH5, daar kunnen twee SD-kaartjes tegelijkertijd in. En daar zit bij mij 9 van de 10 keer een enkele SD in. Ik heb het ook bij de EOS R helemaal niet gemist. Maar ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld bruiloften fotografeert of filmt, dat je meer zekerheid wilt en dat je altijd een backup wilt draaien in de camera. Maar goed, voor mij maakt het niet heel erg veel uit. Touchbar achterop kan je zelf programmeren om bijvoorbeeld je ISO-instellingen te veranderen. Ik zie het meer als een gimmick. Ik heb het bijna niet gebruikt. Ik word er vrij nerveus van en daarbij vind ik hem niet heel precies. Doe mij maar gewoon echt de harde knopjes of eventueel zelfs de draairingen aan de RF-lenzen. Daar kom ik straks nog wel op terug. Wat ik dan weer wel heel blij van werd, is de IVF. Dat is misschien wel het grootste pluspunt van een mirrorless camera. Als je hier doorheen kijkt, dan zie je gewoon gelijk 100% hoe je foto gaat worden. In tegenstelling tot een spiegelreflexcamera waar je door de zoeker kijkt, moet afdrukken en dan pas op het schermpje kan zien hoe je foto is geworden, zie je dat hier al door de zoeker. En dat maakt het echt ideaal. En aangezien die viewfinder dus elektronisch is, zou je verwachten dat die batterij minder lang meegaat. Nou is het wel zo dat de originele fabrieksopgave van Canon dat ook aangeeft, dat je minder foto's met een R kan maken op één accu dan de 5D4. Er zit overigens nog steeds de LPE6 batterij in, dus geen nieuwe batterij, heel fijn. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel erg tevreden ben met de batterijduur van de EOS R. Ik kan bijna een hele dag fotograferen en filmen met één accu. Op het moment dat je het menu induikt, dan zie je gewoon weer dat het typisch Canon is. Heel overzichtelijk, alles makkelijk te vinden. Maar dan zie je ook gelijk dat er één dingetje ontbreekt. De intervaltimer. Daar ben ik zelf heel erg fan van. Die heb ik op de 5D wel zitten en die gebruik ik ook heel veel. Bijvoorbeeld als we in Noorwegen een foto van ons samen wilden maken, dan zetten we de camera op statief, intervaltimer aan en dan laten we die elke 2-3 seconden een foto maken en dan een stuk of 200 achter elkaar. En dan kan je achteraf bepalen welke je moet nemen. Dat is handig voor als je zelf helemaal de controle wilt houden of op het moment dat er iemand niet is om die foto te maken.
Die zit dus niet op de R. En nu komt het frustrerende, en dat is een typisch Canon kwaaltje. Er zit dus wel weer op een goedkopere variant, de Canon EOS RP. Maar goed, hier zit dan wel weer een timelapse functie in, maar die creëert dus gewoon gelijk een video in 4K of 1080p. En daarbij kan je niet de stills eruit trekken of eventueel zelf van de losse opnames een video creëren. Nee, hij bakt hem helemaal kant-en-klaar voor je af en ja, daar moet je het mee doen. En datgene wat ik het meest heb gebruikt op de EOS R, en dat zijn de programmeerbare favoriete voorkeuren. Je hebt op de 5D en op de 1D had je al C1, C2, C3. En daarop kon je instellingen opslaan die je heel veel gebruikte. Als je bijvoorbeeld een slow motion shot wilde draaien, dan draaide je vervolgens naar C1. Dan stond je framerate goed, stond je sluitertijd goed. En afhankelijk van je setting kon je dan zeggen, oké, diafragma aanpassen en gaan. Het probleem daarin was dat je maar 3 keuzes hebt. Nu heb je de 6, 3 in fotomodus en 3 in videomodus. Ideaal, want nu heb ik op C1 de slow motion stand staan van de EOS R. Op C2 staat mijn 4K setting en op C3 1080p 50 frames per seconde. Hetgeen waar ik me van tevoren het meeste afvroeg is of ik het verschil ging merken tussen die EOS R en die 5D4 als het aankomt op beeldkwaliteit. En het antwoord daarop is nee. Dat is op zich ook nog wel weer logisch, want ze gebruiken allebei letterlijk dezelfde sensor. Hetzelfde aantal megapixels, alleen iets andere processor, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar op het moment dat je 2 dezelfde foto's naast elkaar neerzet en op hetzelfde moment genomen met dezelfde instellingen, de ene met de 5D4 en de andere met de EOS R, kon je het onderscheid eigenlijk niet maken. Maar ik heb vooral ervaren dat het in de manier van werken zit met de EOS R, wat het je nu een stuk makkelijker of beter kan gaan dan met een spiegelreflexcamera. Mocht je bijvoorbeeld nog geen RF-lens hebben, dan kan je uiteraard al je EF-lenzen gewoon gebruiken op de EOS R door middel van 3 verschillende adapters. Je hebt 1 hele simpele. Dat is gewoon letterlijk de EF naar RF adapter. Die heb ik niet gebruikt, maar ik heb wel de 2 andere gebruikt. Dat is een EF naar RF adapter, inclusief een variabele ND-filter. Ideaal voor als je wilt filmen, want daardoor hoef je niet voor elke lens een ND-filter erop te schroeven. Maar dan zit die dus al op de camera zelf. Het probleempje alleen daarvan wel is dat op het moment dat je de ND-filter eruit wil halen, kan er dus alsnog stof op de sensor komen op het moment dat de camera aanstaat. Dan moet je weer een lege erin terug doen. En de tweede die ik heb kunnen testen is de normale EF naar RF adapter met controlring. De RF-lenzen hebben een unieke eigenschap dat je dus een derde ring hebt. En die kun je dus programmeren naar een instelling die jij fijn vindt. Nou ja, op het moment dat er dus een EF-lens op zit, dan kan je dus die controlring ook programmeren voor een instelling die jij fijn zou vinden. Hetgeen wat gelijk opvalt als je gaat fotograferen met de EOS R is natuurlijk hoeveel focuspunten je tot je beschikking hebt. 5655 om precies te zijn. Waarin je bij de 5D vooral gefixeerd bent op het midden, kan je bij de EOS R dus gewoon een volledige veld gebruiken. Of je nou linksboven of rechtsonder wilt scherpstellen, het kan allemaal. Daarbij doet hij dan ook nog eens een keer fotograferen in 8 frames per seconde, waarin de 5D dan maar met 7 doet. Maar daar zit dus een klein addertje onder het gras. Want dat is dus alleen in single focus. Want op het moment dat je hem continuous focus zet, dan kan hij nog maar 5 frames per seconde. En op het moment dat je hem op tracking priority zet, dan doet hij nog maar 3 frames per seconde. En dat maakt het dus niet heel erg ideaal voor sportfotografen of enigszins iets met actie. Landschappen, portretten zal het allemaal goed te doen zijn. Maar alles waar een klein beetje snelheid en dus ook die autofocus, die altijd echt heel goed is, is nog niet zo snel als dat het eigenlijk zou moeten. Daarbij is die in video waanzinnig goed en waanzinnig scherp. Gewoon de bekende Canon Dual Pixel Autofocus. Op het moment van opnemen van deze video staat de EOS R nog op firmware 1.3. En op het moment dat deze video eigenlijk online staat, dan is ongetwijfeld de update 1.4 uit. En daar zouden heel veel verbeteringen in moeten zitten. En dan wat betreft de videomogelijkheden van die EOS R. Ja, die crop van 1.7 is frustrerend, maar persoonlijk ben ik een beetje aan gewend. Want ik schiet ook met een Super 35 sensor, dus in dat opzicht maak me niet eens heel erg druk over. Wat vervelender is de rolling shutter. Op het moment dat je gewoon enigszins gaat pennen met die camera, dan trekt heel je beeld gewoon echt helemaal krom. Dat is bijzonder irritant. Wat dan weer wel goed is aan die 4K is dat die eindelijk in een fijne codec is, namelijk in IPB of in AI. Wat heel fijn is en makkelijk te verwerken. Die AI is trouwens mega intensief. Ik geloof bijna 400 MB per seconde. Dus daar moet je voor zorgen dat er een goede SD-kaartje in zit. Wat ook heel fijn is, is dat er eindelijk Canon Lock gewoon standaard in de camera zit. Waardoor je 8-bit intern en 10-bit extern kan draaien. En het ziet er ook gewoon nog eens een keer heel fijn uit en echt zo makkelijk als wat te graden. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik heb heel veel mensen gehoord die de 4K oorspronkelijk in Log
te soft vinden. En zo soft dat hij eigenlijk gewoon onscherp is. En dat had ik in eerste instantie ook. Dat is namelijk ook de bedoeling van log, is dat je achteraf alles kan bepalen. Maar nu was het zo erg dat je achteraf scherpte wilde toevoegen. En dan was het gewoon nog steeds alsof je beeld out of focus was. Out of focus, niet autofocus. Wat je eigenlijk moet doen, in dit geval speciaal voor die 4K-instelling, is in je Canon log kan je nog zelf de scherpte ietsje opdraaien. En ik heb persoonlijk op 3 staan. Waardoor het gewoon goed is. Achteraf kan ik het nog ietsje bijdraaien. Maar de basis is in ieder geval een stuk beter in plaats van dat hij op 0 staat. Maar de 1080p is echt gewoon waar die camera nog steeds fantastisch goed in is. Dat ziet er nog steeds zo lekker uit. En laten we verder alsjeblieft gewoon zwijgen over die 120 frames per seconde in HD. Niet Full HD, HD. We komen weer het einde aan van deze video. Moet ook wel, want anders zit ik hier morgen nog. Maar ik heb bijvoorbeeld nog niks gezegd over die RF-lenzen. Ik heb voornamelijk geschoten met de 2870 f2. Hele fijne, hele snelle, scherpe lens. Wel bijzonder zwaar en bijzonder duur. Maar ja, eigenlijk heb je alleen deze nodig en dan heb je een hele range gedekt. En heb je niet eens echt meer primes nodig, mijn mening. Ik heb ook nog de RF 85mm 1.2 gebruikt. Valt verder weinig op aan te merken. Ook nog mijn eigen EF-lenzen met dus die RF-adapter. Qua snelheid merkte ik niet echt verschil tussen die EF- of RF-lenzen. Dus dat is alleen maar top. En inmiddels zijn ook al de 1535 28IS, 2470 28IS in de winkel beschikbaar. En binnenkort dan nog eens een keer de 70-200 RF 28IS. Zo, en dan is eigenlijk de Holy Trinity weer compleet. En daar kijk ik dan wel het meeste naar uit. En als je alles bij elkaar op gaat tellen, is dit dan de moeite waard? Nou ja, het is eigenlijk vrij simpel. De Canon 5D 4 is nog steeds duurder in aanschaf. De R is goedkoper. Er is nog eens een keer een goedkopere variant, de RP. Dit zijn pas de eerste 2 mirrorless camera's. Maar er moet dus inderdaad wel heel snel een serieuze pro-alternatief komen. 2020, tijdens de Olympische Spelen, komt de 1DX Mark III. Nog een spiegelreflexcamera. En hopelijk komt dan eigenlijk ook rond die tijd een betere versie van die R uit. Maar tot die tijd zie ik geen reden om de overstap of instap niet te maken. Tenzij je dus inderdaad aangewezen bent op die zekerheid van die kaartslots of die meerdere frames per seconde. Ik hoop dat je de video leuk hebt gevonden en dat je wat met mijn bevindingen kon. Laat het vooral even weten in de comments. En laat natuurlijk even een duimpje achter. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video.